Goedendag, u kijkt naar de weerswachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, maar de meeste regen ligt inmiddels boven Duitsland. Afgelopen nacht is er wel veel regen gevallen in het zuidoosten en oosten. Vanochtend en vanmiddag kan er in het zuidoosten en oosten ook nog een spatje vallen, maar de zon schijnt daar nou ook van tijd tot tijd. Wat zwaardere buien trekken vooral over Noord-Holland en Friesland. Temperaturen vanmiddag zo'n 17 à 18 graden en het hele land ziet ook af en toe de zon doorbreken. Aan zee een stevige zuidwestenwind, windkracht 6. Vanavond zelfs af en toe windkracht 7. Verder vanavond nog steeds in het noordwestelijk kustgebied een enkele bui. In de rest van het land is het droog en daalt de temperatuur naar 14 graden. Morgen hebben we prima weer. De wind neemt in kracht af. De kans op buien is ook klein en er zijn flinke zonnige perioden. Als er al een bui valt, dan gebeurt dat opnieuw in het kustgebied. En dat geldt ook voor zaterdag. Ook dan hebben we een vooral zonnige periode. Blijft het lang droog? Slechts op een enkele plek weten in de middag of avond een bui te vallen. De temperatuur ligt zaterdag rond 17 graden. Zondag is het in eerste instantie ook droog. In de namiddag en avond komen er vanuit het zuiden buien opzetten. En ook maandag is het wisselvallig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.